Town. Hey mensen, het is vrijdag en jullie kijken weer naar een nieuwe Vraagje Vrijdag. We zijn net klaar en wij gaan eens even wat vraagjes van jullie behandelen in het heerlijke zonnetje. Heerlijke zonnetje. De eerste vraag. Wat is je lievelingseten? Pizza! Pizza! Ja, lekker man! Bij aan, ja. Pizza! Oh, wat leuk! Ja, pizza broeders! Okay. Vraagje Vrijdag! Oké, de volgende vraag is van Julia. Als je een vogel was met 50 euro, wat zou je dan doen? Als je een vogel met 50 euro heel veel wormen kopen en dan aan de bitjes uitdelen. Gewoon naar een visserszaak voor euro echt 100 wormen. En dan mijn gezin onderhouden, denk ik. Ja, weet je, ik loop wel eens door de stad en dan jatten ze altijd van de kebab of van die friet. Ik denk dat ik gewoon McDonald's ga om frietjes kopen en die ga opeten. Ik zou waarschijnlijk het geld opeten, want ik ben een vogel. Ik heb een flauw idee wat geld is. Laat staan dat je een winkel in mag en daar iets mag gaan kopen met je geld. Liever een kat of een hond neuken? Liever geen van beide, maar ik denk dat een hondendoos, vaginaal, groter is dan die van een kat. Ja, liever aan wat voor hondje hebt. Als je een chihuahua hebt of zo, kan je ze nog in de problemen raken. Ja, nee, liever gewoon een grote hond van een Sint Bernard of zo. Lekker warm ook onder de deken, is gewoon in mijn eigen bedje hoor. Jij? Ja, weet je wat het is? Doggy style. Weet je wat het is? Kijk, als je een vraag hebt, dan zijn er heel weinig mensen die weten dat het eigenlijk nog een escape optie is. En dat ze van de trap afvallen. Dat is gewoon altijd een optie, maar die vertelt niemand. Dus ik denk dat ik van de trap ga. Oké. Ik Ja, wat doe je dan hè? Ja. Ja. Wat voor reactie? Ben je een kattenmens of een hondenmens? Stel jij zegt nou ik ben meer een kattenmens, dan zou ik seks hebben met de hond, want je hebt toch minder liefde voor honden. Dus voel je minder. Ja, ik heb zelf 3 katten. Dan zou ik toch je hond flink beetpakken. Oké, ik zou die hond helemaal kapot scheuren. Ja, dat waren ook wel weer een beetje de vragen, ik weet niet wat. Ja, dit is mijn mobiel. Alleen ik was druk bezig met thee drinken en mijn eigen zaad erin, dus dat... Oh, hebben we Kodaaf eigenlijk wel voorgesteld? Dit is Kodaaf. Hey mensen, wij zitten hier, Rick en ik zitten hier naast Kodaaf. Hij heeft een hele tijd geleden, we weten niet wanneer dit online komt. Hij heeft een tijd geleden heeft hij een video gemaakt over Banjo Town, over dat we naar door gingen of niet. Dus hij is nu vandaag lekker te gast bij ons. Ja, nieuw vraagje, leuk ook. Oh, een leuke vraag. Als je een beauty kanaal zou moeten maken, hoe zou het dan heten? Gof domme lelijk. Ik zou mezelf uit de kast noemen. Okay, uit man. De kast. Ik ga denk ik voor 360 Beauty Scope. Alright. Een soort gaming crossover. Ja, het heeft wel wat. Dan ben je een soort gamer. Pak je wel beide doelgroepen. Lekker breed pakken. Goed over nagedacht. Wat zijn jullie van plan om te doen op Banjo Town? Nu het opnieuw begonnen is. Niks. Jij moet je mond houden. Ga maar weg. Oké, sorry, het spijt me. Nou, we zaten te denken aan een hoge kwaliteit premium content voor de betalende kijkers. Ja, qualitative content. Qualitative content. En verder doe ik eigenlijk gewoon alles wat me opgedragen wordt, want ik haat Banjo Town. Ik heb echt helemaal, het liefst zit ik hier niet. Ja, ik ook niet. Allemaal saaf. Ziet er lekker uit. Dramatisch. Duimpje omhoog, abonneer, volg ons op social media, want daar vragen we jullie om vragen in te stellen voor Vraagje Vrijdag. Dus wil jij met je vraag in Vraagje Vrijdag, stuur een vraag naar ons op. Vraagje. Tot de volgende keer mensen. Tot de volgende keer. Doei. En Kodaaf, heel erg bedankt. Zijn even link staat in de videobeschrijving. Misschien. Nee, misschien. Graag gedaan. Altijd. Doei.